Henk Vreese, ik denk dat ik niet heel veel mis zeg als ik zeg dat dit een gênante vertoning van Sparta was. Oh ja, absoluut. Helemaal mee eens. Waar ligt dat aan? Je hebt een aantal zaken in het voetballen die je kan benoemen als zijnde bouwstenen. Hè? Technisch, tactisch, fysiek, teambuilding, mentaal. Nou, vandaag is duidelijk dat wij op mentaal vlak, want goed aan de wedstrijd beginnen, dat is iets mentaals. Daar hebben we een behoorlijke steek laten vallen. En als je zo aan de wedstrijd begint, is het heel moeilijk om dat weer om te draaien. Dus wat dat betreft ligt dat absoluut aan dat gedeelte. Want we kunnen voetballen, maar je hebt er een bepaalde passie en drive en ook concentratie voor nodig. En misschien wel ook als je de ambities die je uitgesproken hebt wil nastreven, kan er nu een beetje druk op staan. Omdat de ploeg was die onderin stond. Dus dat moet ik even gaan achterhalen. Schaam die op een gegeven moment een beetje? Voor onze supporters, ja, die meegekomen zijn, absoluut. Omdat daar, die zijn constant, heel de wedstrijd zijn ze bezig geweest. Ja, ik vind dat ook, dat is ook een van de zaken waarin ik de groep heb aangegeven dat we, dat is een van de zaken die we gaan doen in relatie tot deze wanvertoning. En dat is die mensen compenseren en dat we dus een aantal kosten voor hun gaan betalen, de bus enzovoort enzovoort. Dat het wel het minste is wat je terug kan doen? Ja, dat stelt geen reet voor, maar dat is inderdaad datgene wat we op dit moment al meteen gaan doen, ja. Is het juist voor Sparta dan moeilijk om je misschien te kunnen motiveren voor een wedstrijd tegen Helmond Sport? Je weet van, nou, die hebben al sinds 23 maart geen wedstrijd meer gewonnen, dat doen we wel even. Nee, dat kan nooit een reden zijn, want ik heb ze een paar keer gezien en een aantal malen waren ze ongelukkig. Je kan van me aannemen dat wij niet tegen de ploeg hebben gezegd, ga maar lekker rustig aan doen. Geen tempo, geen initiatief, noem maar op. Dat is niet aan de orde. Dus je hebt wel degelijk dat soort zaken aangegeven. We hebben ook al laten zien in onze eigen wedstrijden dat we een aantal malen goed wegkwamen. Toen hadden we dat wel benoemd zijnde als veerkracht. Nou, vandaag hebben we dat niet kunnen tonen. Aan de andere kant, ik wil een beetje af van die mentaliteit van dit is pas de tweede nederlaag. Want dat is ook een feit. Hè? En dan zou je kunnen zeggen van ja, moeten we dan meteen super in paniek zijn? Nee, we waren ook niet in euforie toen het voorspoedig ging. We hebben nu een wat moeilijkere fase, twee keer nu gelijk gespeeld. Zelfs daarover kan je discussiëren of het terecht is of niet. Dat mogen mensen. Vandaag hebben we een wanprestatie geleverd. En daar is geen discussie over mogelijk. Ja, een verklaring voor, twee gelijke spelen en nu dan de verliespartij waarin het allemaal eventjes net niet lekkerder gaat. Deze fase, heb je daar een verklaring voor? Ja, ik heb het puur over deze. Die andere, die kan je erbij gaan rekenen of wat je wil. Die vind ik niet interessant, omdat dat was in het beeld van die wedstrijden. Daar heb ik geen moeite mee. Wij moeten leren het maximale eruit te halen. Hè? En als het maximale is bij NEC uit een punt tegen Jong PSV, nou, daar waren discussies over, vind ik ook prima. Ik vond dat daar niet meer in zat. Vandaag hebben we een wanvertoning geleverd. En daar ben ik ook gewoon heel duidelijk in. Wat frustreert je nou het meest na vanavond? De frustratie zit hem in, wat ik net al benoemde. Een van die bouwstenen is teambuilding. Ik vond het absoluut terecht dat Helmond de man of the match koos als zijnde team. Ja, dat hebben we dus vandaag niet gedaan. We hebben elkaar wel laten zitten hier en daar. Ga je na afloop de kleedkamer in? Ik sprak Roy Kortsmit net en die zei, ja, er zijn wel rake woorden gevallen. Wat wordt er dan gezegd? Oh nee, rake woorden. Ik heb me absoluut ingehouden. Want, moeilijk? Ja, tuurlijk. Je kan je voorstellen dat de emotie, de frustratie, dat die behoorlijk is. Hè? We hebben met z'n allen een wanprestatie geleverd. Zij, ik. En dus we hebben geen recht van spreken. Moet je even je kop houden. Hoe zie je dat dan voor jezelf, die wanprestatie? Ik maak deel uit van het team. Dus idem dito. Wat had jij dan voor jezelf waarvan je zegt, ik lever ook een wanprestatie? Je probeert altijd de wedstrijd te beïnvloeden. En de ene keer pakt het wat beter uit dan de andere keer. Ja, achteraf is dat altijd heel makkelijk praten. Nou, dat hebben we gedaan vanaf de zijkant. En ook dat pakt er niet goed uit. Dus nogmaals, het is altijd een gezamenlijke prestatie als we winnen. En ook nu. Dus dat is niks anders, niks nieuws. En dat is ook niet heel bijzonder en meteen praten over irritatie in de groep. Je bent geïrriteerd en dat lijkt me niet meer dan logisch, omdat je verloren hebt. Terecht een nederlaag zou je misschien zelfs wel kunnen zeggen. Oh, het was absoluut terecht, ja.